Kijkers, dit is Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. Regering informeert samenleving over noodzakelijke tariefsaanpassingen. President kondigt maatregelen aan ter bescherming van het volk. LVV komt met maatregelen voor veiligstellen EU-exportmarkt. En Suriname ontvangt 90.000 vaccins uit Nederland. In de Nationale Assemblée had president Chandrika Prasad Santokhi aangekondigd dat de regering noodzakelijke maatregelen zou treffen om de economie weer gezond te maken. Belangrijke zaken daarbij zijn onder andere het afschaffen van subsidies aan nutsbedrijven. Tijdens een regeringspersconferentie op woensdag 9 juni ging het staatshoofd uitgebreid in op deze maatregelen. Een van de zaken is die essentiële diensten. Toen COVID begon, bijna anderhalf jaar geleden, wist men ook niet wat het beleid zou moeten zijn. Men heeft constant geleerd uit COVID, uit ervaringen, uit wetenschappelijke onderzoekingen. U kunt zich nog heugen, nauwelijks 3-4 maanden geleden was er zelfs bekendgemaakt, kinderen zouden niet besmet raken. Ze konden normaal naar school gaan. En kijk wat er nu gebeurt. Kinderen raken besmet. Dus uit COVID, met COVID, leren we elke dag. En zo ook moeten de essentiële diensten ook regelmatig aangepast worden. Het gaat uiteindelijk om die diensten, die groepen, die moeten zorg dragen dat het staatsbestuur intact blijven en alles wat daarmee samenhangt. Ik heb het gisteren ook in het parlement gezegd. Als wij horen dat bij politie grote groepen van politieambtenaren geïsoleerd zijn, de helft van de operationele diensten, en meer dan ruim 120 besmet zijn, dan moeten we ons beleid direct aanpassen. Daar moet prioriteit nummer 1 gegeven worden voor wat betreft vaccinatie. En dat geldt voor het leger. En dat geldt nog voor zoveel andere diensten. Penitentiaire ambtenaren, beveiligings, bijstandsdienst, brandweer, ziekenhuispersoneel. Als de minister van Volksgezondheid constateert dat ambulancechauffeurs besmet beginnen te raken. We moeten constant er naar kijken. Anders hebben we het hele bestuur uitgeschakeld. Of we zijn uitgeschakeld door COVID. Dus daar moeten we constant even aangeven, de essentiële diensten. Er is een COVID-team van ministers. Die kunnen nader ingaan, namelijk wat de actuele stand van zaken is met betrekking tot essentiële diensten. Maar zie als een dynamiek binnen de beheersing van COVID dat wij constant moeten monitoren en bijstellen. En zorg dragen namelijk dat staatsbestuur, volksgezondheid, veiligheid, alle essentiële sectoren nog gehandhaafd kunnen worden. Op een regeringspersconferentie heeft president Chandrika Prasad Santokhi maatregelen aangekondigd om dat deel van de samenleving dat door de slechte economische situatie zware klappen krijgt, tegemoet te komen. Het staatshoofd somde enkele actiepunten van de regering op waarbij de samenleving wordt tegemoet gekomen. Deze discussie gaan we altijd blijven krijgen. Nut van lockdown, waarom lockdown? Mijn mensen. Het COVID-virus verspreidt niet automatisch. Het COVID-virus wordt verspreid door mensen. Hoe? Door menselijk contact. Wat moet je doen als regering? Menselijk contact vermijden. Uiteraard gaat dat niet. Dan doe je dat met beschermingsmaatregelen. Dan doe je dat met beleid. En je merkt dat er, zodra er momenten zijn geweest van events, crowd event,
groepen van personen, parties, demonstraties, bijeenkomsten. Dan zie je dat er een toename is. Dus nogmaals, wij proberen met beleid. Ja, die lockdowns worden constant geëvalueerd. Waarom kan daar wel open en waarom kan hier niet dicht? Als je beide open maakt, is er meer contact. Maar nogmaals, COVID-ministersteam, we luisteren naar alle commentaren. We luisteren naar alle inzichten. We passen constant aan. En er zijn landen die een paar maanden lockdowns hebben gehad. En die hebben nu succesverhaal. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij LVV ziet zich genoodzaakt om vanaf 15 juni 2021 de export van boulanger, antroa, peper en bitawiri op te schorten. Dit als gevolg van de vele afkeuringen van exportzendingen uit Suriname. De overige gewassen mogen wel geëxporteerd worden. Minister Parmanant Seudin ging tijdens een persconferentie van dinsdag 8 juni 2021 op deze kwestie in. Certificeringsfuncties uit te voeren. Aan beide aandachtsgebieden wordt momenteel gewerkt. Het is in dit stadium moeilijk te zeggen hoe lang de schorsing zal duren. De situatie zal na 3 maanden worden geëvalueerd om na te gaan of het tot dan toe uitgevoerd onderzoek heeft geleid tot effectieve behandeling van quarantaineorganismen en verbetering van de kwaliteit van inspectie- en certificeringsprocedures. Mijn ministerie zet zich volledig in voor het oplossen van de exportproblemen wanneer het land op dit moment wordt geconfronteerd. We zijn ons terdege van bewust van wat er op het spel staat voor u allen die betrokken is bij de groente- en fruitsector en van de implicaties voor ons land. Ik moedig u dan ook aan om deze besluiten volledig te steunen en na te leven. Ik besef dat dit een preventieve maatregel is die Suriname in staat zal stellen de markt voor Surinaamse groente en fruit in de EU te behouden voor toekomstige generaties. Net wel mensen, voor alle duidelijkheid. Liever dat wij nu als Suriname een besluit nemen om onszelf een tijdelijke ban op te leggen, welke we anytime weer kunnen opheffen, dan dat de Europese Unie onze ban oplegt. Waarvan we weten van wanneer het weer behoorlijk zal zijn om Surinaamse groenten en fruit te exporteren. Dit is de hamvraag van de persconferentie. Dit is de Europese markt, is voor ons de belangrijkste markt. Als we die verliezen, dan gaan wij in grote problemen terechtkomen. Ten tweede, hoeveel inkomsten zullen we derven? Dat kan ik zo even zo uit hoofd niet kwantificeren. Maar ik moet wel zeggen dat de producten die genoemd zijn, die hoeveelheden die we exporteren, die zijn wel significant. Het belangrijkste was Sopropo, wat ik begreep van de Vereniging van Exporteurs, dat 40% van de export inhield. Die is sinds 2019 totaal van de lijst. Als wij nu de risico nemen om door te gaan met die andere producten, dan gaan we heel erg weinig overhouden welke we gaan mogen exporteren. Dus, maar ik hoop dat u de keuze begrepen heeft waarvoor we staan. Of we treffen nu de maatregelen, dan kun je anytime weer jezelf weer plaatsen op de lijst. Doe je dat niet, en u heeft net van mevrouw Colley gehoord, dat in de visserij er 4 notificaties nodig waren om van de lijst weg te gaan. Hier gaat om enkele tientallen op jarenbasis. Als de Europese Unie morgen zegt van nee, het is genoeg, dan zijn wij voor altijd weg van de lijst. En u moet voorstellen, in geluk hebben wij dat de helft van Suriname in Nederland woont. Dat de mensen daar een voorkeur geven aan onze producten, onze groenten. Maar straks als wij niet gaan mogen exporteren, dan gaan mensen overstappen naar andere groentesoorten. Dat ook eerder bewezen is. Onze markt was veel groter.
Het is minder geworden vanwege concurrentie vanuit diverse landen. Vooral landen die goedkoper produceren vanwege goedkoper arbeid, maar ook goedkopere vliegtarieven hebben. Die hebben hun huiswerk gemaakt en die staan in de rij en ze concurreren al tegen Suriname. Dus ons aandeel wordt alleen maar kleiner en kleiner. Hiermee, kijk, als je voor een paar maanden sluit, kun je nog terugkomen op de markt. En waarom er gekozen is voor dit moment, het heeft diverse redenen. 1, er is al weinig om te exporteren vanwege een wateroverlast. Welke waarde? Veel aanplanten, u weet het, u bent het zelf geweest. En veel aanplanten zijn kapot gegaan. 2, op dit moment vanwege COVID zijn er minder vluchten. Als ik het goed heb, zijn er maar 2 vluchten per week. Waardoor de kwantiteiten ook veel minder zijn. En ten derde, we hebben nu te maken met een zomerperiode in Europa, waar heel wat mensen zelf hun voedsel verbouwen, hun groenten verbouwen. Het seizoen voor Suriname begint ergens in oktober. En in de naherfst, in het begin van de winterperiode, dan zitten wij heel goed met onze producten op de Europese markt. We hebben een paar maanden nog te gaan, vanuit de voorstellen van, laten wij nu beginnen met de eerste 3 maanden. Ik hoop dat we in die 3 maanden al een heel wat bereikt hebben, om dan weer op die lijst geplaatst te worden. Maar na 3 maanden gaan we evalueren. En ik hoop van ganser harte dat iedereen, alle betrokken partijen in deze samen zullen werken. All hands on deck om inderdaad datgene te doen wat wij moeten doen. Dat ik wil zeggen van oké, Suriname kan die en die producten weer terug op de lijst plaatsen. Maar dan hebben wij wel de mogelijkheid in eigen handen om dat te mogen doen. Als de Europese Unie dat voor ons doet, kun je jaren wachten naar voorbeeld van een grote vis. Je moet je bepaalde maatregelen treffen om door te kunnen gaan. Bij COVID hebben we al gemerkt, als je geen lockdown houdt, als je die controle niet opvoert, dan heb je een probleem. Dat kun je vergelijken hier, wat we nu meemaken met de exporten, met de agrarische exporten. Als wij nu niet ingrijpen, kan het zijn dat wij binnen 1, 2, 3 weken van de lijst zijn. Dat is 1. We krijgen groepsignalen. We hebben nu een meneer uit Nederland aangetrokken om ons te helpen erbij. Hij is niet onbekend met de materie, maar hij is ook niet onbekend met Suriname. Dus hem hebben we aangetrokken en nog een meneer Jeff Jones uit Barbados, die ons daarbij assisteren. Maar ik vraag aan ieder, dat is nu wat ik eerder zei, all hands on deck. Als er iemand is, of als er mensen zijn die zeggen van luister, ik denk dat ik een oplossing heb. Mijn deur staat open om daarover te discussiëren. Het is niet dat ik deze stap onderneem uit eigen wil. Nee, het zijn de omstandigheden, regelgeving, noem maar op. Maar als er iemand is die zegt van nee, wacht, ik heb een oplossing, dan zeg ik van kom. Maar we hebben wel de mogelijkheid, als het lukt, dat we eerder op de lijst zijn. We de prestatie hebben gezien bij een van de mogelijkheden van als je een kas hebt dat helemaal dicht is voor insecten, dat er geen insecten naar binnen kunnen, dan zeggen we van daar is een opportunity. En toevallig ken ik iemand, een Tawayari-polder, een kassenteler. Ik ben daar ook geweest. En die mij heeft laten zien van dat zijn kas bijna hermetisch gestoten kan worden. We zeggen van, laten we de persoon zichtbaar maken. Laten we de documentatie erop loslaten. Want je moet dat kunnen aantonen, wetenschappelijk, dat daar een insecten vrij is. En dan kunnen we daar een paar proeven nemen om tot een besluit te komen. Dus mijn deur staat open voor al die mensen die mogelijkerwijs oplossingen hebben. En als dat het is, dan komen we er wel. Maar voor nu ben ik roestaak om deze maatregelen te treffen voordat het te laat is. Want ze gaan niet zeggen van, ik ga je vanaf volgende week sluiten. Nee, nu onmiddellijk klaar, punt uit. Minister Amar Ramadine van Volksgezondheid heeft op maandag 7 juni 2021
namens de regering van Suriname de schenkingsovereenkomst tussen de Republiek Suriname en de Staat der Nederlanden ondertekend. Van Nederlandse zijde heeft zijn collega minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge het document bevestigd. Hiermee is de toezegging van vaccins uit Nederland een feit. De eerste bezending komt op woensdag 9 juni 2021 aan in Suriname. In de eerste instantie zou het gaan om 40.000 vaccins. Maar volgens het ministerie van Volksgezondheid hebben ziekenhuizen in Nederland minder van het vaccin besteld, waardoor er ruimte is om een grotere partij aan Suriname te leveren. Het gaat in de eerste zending om het aantal van 90.000 AstraZeneca-vaccins die per direct ingezet kunnen worden in Suriname. Uiteindelijk is het de bedoeling dat Nederland 750.000 AstraZeneca-doses levert, als het kan nog deze maand. Maar dat is afhankelijk van de leveringen die Nederland zelf binnenkrijgt. Er zouden ook 50.000 Moderna-vaccins aan Suriname geleverd worden. Die doses worden vooralsnog vervangen door AstraZeneca. Dat vaccin kan in tegenstelling tot Moderna op koelkasttemperatuur bewaard worden en is daardoor logistiek makkelijker in te passen in het Surinaamse vaccinatieprogramma. Wij zijn aan het einde gekomen van Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.